Sinds 1990 ben je in België niet meer volwassen vanaf je 21ste, maar wel pas vanaf je 18e. Dat betekent niet dat je voor die leeftijd nog geen rechten en plichten hebt. Een overzicht. Het begint allemaal bij je geboorte. Je wordt ingeschreven bij het bevolkingsregister en krijgt een geboorteakte. Daarmee besta je als officieel persoon voor de wet. Als je naar het buitenland gaat, heb je ofwel een reispas ofwel een kids-ID nodig. Op je zesde verjaardag word je leerplichtig en moet je onderwijs volgen. Maar al doen de meeste kinderen het wel, je hoeft daarvoor niet naar school. Je mag ook thuisles krijgen. Als je twaalf wordt, verandert er plots veel. Je kids' ID wordt vervangen door een identiteitskaart. Je mag, met goedkeuring van je ouders, een eigen bankrekening openen. Je mag je eigen dossier inkijken bij het CLB en bepalen wat ervan verspreid wordt en wat niet. En als je een ernstig misdrijf pleegt, mag de jeugdrechter je in een gemeenschapsinstelling plaatsen. Op je dertiende mag je officieel een eigen profiel aanmaken op Facebook. Vind ik leuk. En vanaf je veertiende kun je, enkel als jongen, bij het plegen van een ernstig misdrijf twee maanden en vijf dagen lang in voorrechtenis worden gehouden. Deze wet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad in 2002. Bij lichtere misdrijven kun je een gasboete krijgen een gemeentelijke administratieve sanctie. Vanaf je vijftiende moet je je identiteitskaart altijd en overal op zak hebben. Als je twee jaar secundair onderwijs hebt gevolgd, mag je als jobstudent gaan werken of deels les volgen en deels werken. Je mag ook organen afstaan, zoals bijvoorbeeld nieren. Je zestiende verjaardag is een mijlpaal. Als je een ernstig misdrijf pleegt, kun je vanaf nu ook door een gewone rechter worden gestraft. Maar je mag ook plots veel meer. Je mag seks hebben met iemand anders die ook minstens 16 jaar oud is. Je mag bier kopen en drinken en sigaretten kopen en roken. Met een geldige vergunning mag je met een bronfiets rijden en bij de notaris kun je je eigen testament opmaken. Je mag ook zelf geld van je spaarrekening halen, tenminste als ze op jouw naam staat en ook door jou werd geopend. Met toestemming van je ouders mag je ook alleen gaan wonen. Als je officieel een ander adres hebt dan je ouders, kun je zo ook je eigen maandelijkse kinderbijslag krijgen. Je zeventiende is een beetje een tussenleeftijd. Je kan ervoor kiezen om begeleid zelfstandig te gaan wonen en je mag je theoretisch rijbewijs behalen en je voorbereiden op de praktijk. En dan is het zover. Je wordt 18 jaar, proficiat. Je bent officieel volwassen. Je mag nu zelf verantwoordelijk zijn voor je eigen beslissingen en er ook de gevolgen van dragen. Je mag bijvoorbeeld kiezen om te stoppen met lesvolgen en te gaan werken. Je mag zelf een lening afsluiten en een huis kopen of huren. Je mag trouwen met iemand anders die ook minstens 18 is. Je mag je praktisch rijbewijs halen en autorijden. Je mag bloed geven. En je moet in het stemhokje gaan staan bij verkiezingen. En je mag jezelf ook verkiesbaar stellen op een politieke lijst. Daarnaast zijn er nog twee belangrijke zaken waarop geen leeftijdsgrens staat. Enerzijds is er euthanasie. Sinds 2014 is België het enige land ter wereld waar je ongeacht je leeftijd euthanasie kan aanvragen. Voorwaarden zijn dat je er zelf over kan oordelen en dat je ouders ermee akkoord gaan. Voor abortus is dat niet nodig. Elke vrouw die zwanger is, of ze nu 12 of 52 is, mag er volledig zelf voor kiezen om haar zwangerschap af te breken. Andersom kan ze ook nooit door haar ouders worden gedwongen om abortus te plegen, of ze nu minderjarig is of niet. Je bent dus pas officieel volwassen vanaf je 18e verjaardag, maar in feite mag je al veel eerder dingen doen, kopen of geven. Maar opgelet, je kunt er ook al voor bestraft worden.